Ik ben Arnhem Caret en hou vooral van sociale fotografie. Ik maakte deze foto gedurende onze Balkanreis rond de bibliotheek in Pristina, Kosovo, zag ik deze gevaarlijk uitziende Balkanboy. En ik moest al mijn moed bijeenrapen om hem aan te spreken, eigenlijk eerder met gebarentaal en met de vraag of ik een foto van hem mocht nemen. Dat mocht en ik vind deze foto wel geslaagd. Gezien de compositie, de blik van de man, de hond erbij en de context.